Hallo? In de allereerste plaats vind ik dat ze het OM wel erg lang getreuzeld heeft om de mos te vervolgen. Maar ze hebben grondig onderzoek moeten doen. Want dit speelt toch al weet ik hoe lang. Ze hadden tijd nodig voor het onderzoek. We hadden dat ook met die Van Rij in Roermond. Dat sorry OM, het is allemaal heel verdienstelijk, maar God beter het nog aan toe. U kunt die zaken niet jarenlang laten slepen. Ook omdat als tenslotte vrijspraak zou volgen, wat voor reden dan ook, dan is zo'n man jarenlang onder verdacht geweest. Ik vind dat, dus ook in het geval van Den Bos, voor zover ik het me herinner, heeft dat wel erg lang geduurd. Met Verlossum, kunt u mij horen? Biden moesten we toch nog even bespreken, omdat mensen daar wat berichtjes over sturen. Omdat ze zeiden, ja Maarten, dat is niet bij één document gebleven. Nee, dat komt natuurlijk ook omdat zoals gewoonlijk mensen gehandicapt worden door twee factoren. Factor 1 is dat ze niet na kunnen denken. Een bekend euvel, vooral op de sociale media. En factor 2 is dat ze niets weten over geheimhouding. Dus zal ik dan maar even zeggen hoe het zit. Ga even dat raam een eindje openzetten. Ik dacht, ik zet de verwarming heerlijk op. Ja, nee, het is heerlijk warm. Ik zal hem in ieder geval iets zachter zetten nu. Want nu stoken we heel veel voor de buren. Ja, goed. Factor 1, kunnen ze eigenlijk wel nadenken, is dat de twee situaties... Ik begrijp best dat Biden in de problemen is geraakt vanwege het feit dat hij veel kritiek had op Trump. Die documenten mee naar huis had genomen, naar Mar-a-Lago. Maar het zijn twee fundamenteel verschillende situaties. In het ene geval gaat het over bewust meenemen. Ik neem dat mee. En in het tweede geval, namelijk in het geval van Biden, gaat het over slordigheid. Hij heeft die documenten ooit bij zich gehad. Die heeft hij waarschijnlijk geraadpleegd en die zijn blijven liggen. En ja, dat, ik heb mezelf als voorbeeld gegeven. Als je daar in die kamer zou gaan kijken, weet ik niet hoeveel staatsgeheimen daar nog niet opgeborgen liggen. Natuurlijk heeft hij sommige dingen laten liggen. Het tweede punt is dat er ontzettend veel kritiek is op de klassificatie van wat eigenlijk geheim is en wat niet. En daar stond een heel goed stuk, vond ik ook een lang stuk in Foreign Affairs, waarin staat dat het Amerikaanse klassificatiesysteem volkomen geschrift is. Ja, dat als je een berichtje uit de krant knipt en in een officieel dossier legt, dat binnen een week ook staatsgeheim is, dat mag niet meer geopenbaard worden. En dat werd iets dunner overgedaan in de New York Times, waarin ook werd uitgelegd dat klassificatiesysteem eigenlijk aan een zeer fundamentele herziening toe is, omdat eigenlijk bij de Amerikaanse overheid alles geheim is. Dus ik blijf bij mijn opvatting dat dit is een typische flutcrisis. Natuurlijk opgeblazen doordat de Republikeinen het een fantastisch idee vinden dat ze Biden hier nu mee lastig kunnen vallen. Maar nogmaals, ik herhaal het nog maar even. De twee situaties zijn naar mijn idee totaal verschillend. In het ene geval is het niet met opzet en bovendien was Biden direct bereid om die spullen af te staan aan het archief. Wat, als ik het goed heb begrepen, overvol is. Het gaat om miljarden documenten per jaar die als geheim worden geclassificeerd. En het tweede punt is dat dat hele klassificatiesysteem niet goed snik is. Dus blijf ik bij mijn opvatting dat het flutnieuws is. Maar je weet dat niets is zo interessant en leidt tot een zo onbegrijpelijke opwinding als flutnieuws. En je begrijpt dat natuurlijk ook voor rechts Nederland een ontzettend leuk was. Dat Biden in de problemen was geraakt. Dat alsof dit op zichzelf vergoelijkend is voor wat Trump heeft gedaan. Nee, dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar nogmaals, wat Biden heeft gedaan is heel iets anders dan wat Trump heeft gedaan. En dat er iedere keer nieuwe berichtjes komen van alweer een... Ja, dat is vrij surf en het is natuurlijk ook zo klaar als een klontje, laten we wel wezen. Dat ze wisten dat al enige tijd, maar ze hebben we gewacht tot de tussentijdse verkiezingen achter de rug waren. Dat is nou weer niet zo overtuigend natuurlijk. Maar ik blijf erbij, de situaties waren fundamenteel verschillend. Hoe vond je Rutte bij Biden? Hoe vond ik Rutte bij Biden? Nou, ik moet zeggen dat ik nogal verbaasd was dat hij achter een bureaubocht zit. Met de telefoon? Ja, was ik wel verbaasd. Vond het wel geestig, ik weet niet wat. Wat schreef de krant ook alweer dat het... De Dreumes mocht ook tijdelijk achter het bureau. En dan staat je weer dat gedoe met de machtigste man ter wereld. Dat vind ik ook. Ik lees dat liever niet. Dat is kletskoek.
Biden is zeker binnenlands, zijn de mogelijkheden van een Amerikaanse presidentie beperkt. En ja, de wereld zit ingewikkelder in elkaar dan dat Amerika in een volstrekt alles dominerende positie inneemt. Dat is niet zo. Het gaf wel even de verhoudingen weer tussen Biden en Rutte inderdaad. Ja, ik begreep dat ze goed met elkaar konden opschieten. Dat kun je je best voorstellen. Ik bedoel, Biden is een beroepspoliticus. Rutte is een beroepspoliticus. Die zien allebei wel het nut in van zo'n beetje amicaal. Je voelt dat wel, hè? Een beetje amicaal. Hand om de schouder. Dat is ook een heel bepaalde habitus. Ik geef er persoonlijk niets voor, maar goed. Wat is het belang van dit soort bijeenkomsten? Nou, ik denk dat je een goede relatie met Amerika is natuurlijk voor elk land. Of je nou NATO-lid bent of wat dan ook, is dat een zaak van enig gewicht, ja. Het is wel een zaak dat ze geen flauwe dingen gaan doen. En als je namelijk iets doet wat Amerika absoluut niet bevalt, zijn er voorbeelden van dat ze dan verdomd vervelend kunnen zijn. Ja, dat was met die, hoe heet het, maar dat is weer een tijd geleden, toen wij... omdat je vanwege die NATO, dat is artikel 5 van de NATO, is dat één oorlog tegen één is een oorlog tegen allen. En dat Nederland toen, ik ben nou vergeten, dit incident op welk waar en hoe, maar dat Nederland zei, ja wacht even, maar we willen daar eerst eens goed over nadenken voordat we dat allemaal gaan bevestigen. Nou, dat werd ons enorm kwalijk genomen. Sowieso, hier Rumsfeld, die heeft toen nog gedreigd om de hele NATO-hoofdkwartier van Brussel. Hij vond dat die Europeanen veel te kritisch waren, dat het van Brussel naar Warschau zou worden verplaatst. Maar ze wel dankbaar waren voor de Amerikaanse aanwezigheid. Wat op zichzelf niet onjuist was natuurlijk. Maar bij alle immense verontwaardiging, volkomen terechte verontwaardiging over het optreden van Poetin tegen de Oekraïne, vergeten we nogal vrij makkelijk dat de Amerikanen natuurlijk in 2003 een volkomen achterlijke grootschalige militaire interventie in Irak hebben ondernomen. Nou was die Saddam Hussein een ongelooflijke boef en een moordenaar, maar ja, het deugde niet. En daarna in Afghanistan, waar wij ook al mee hebben gedaan? Nou ja, iemand schreef ook in die reacties, we zijn nu al gaan organiseren voor tribunalen waar toe Poetin berecht zal worden. Wat je voelt wel aan je water nooit zal gebeuren. Maar dat schreef ook iemand. Ja, hoe zit het eigenlijk met de Amerikaanse president? Is dat allemaal goed wat de Amerikanen hebben gedaan? Nou nee, dat is natuurlijk niet zo. Ja, een interventie die volledig gebaseerd was op leugens. Wel, vrij welbewuste leugens. Wat vond je ervan dat Rutte ook aankondigde toen hij daar was bij Biden, we gaan Oekraïne helpen? Dat was natuurlijk hartstikke mooi. Zeker natuurlijk, aangezien Amerika natuurlijk toch de grote helper van de Oekraïne is gebleken. Ook in deze crisis is opnieuw gebleken dat je Amerika niet missen kunt. En dat is natuurlijk, voor Europa moet wel goed nadenken over. Kijk, dit zou allemaal heel vanzelfsprekend en niet al te onrustbarend zijn. Als Amerika in principe ook voor de naaste toekomst een betrouwbare partner zou zijn. Maar dat is het niet. Ik bedoel, iedereen zal toch die verkiezingen van Kevin McCarthy hebben gevolgd. Dan weet je dus dat de waanzin daar aan de macht is. Ik zag Kevin McCarthy in intieme omstrengeling met Marjorie Taylor Greene. Nou goed, dan weet je wel eens een beetje hoe laat het daar is. Die vrouw is geestelijk gestoord. Wat gebeurde daar? Nou ja, die stonden gezellig naast elkaar. En het was duidelijk dat Kevin McCarthy het allemaal ontzettend leuk vond. Ja, ik vind dat ontzettend zorgelijk. De tragiek van Amerika is natuurlijk dat het, dat heb ik eerder gezegd, het is een fantastisch land in allerlei opzichten. Maar het heeft een onmogelijk politiek systeem. Vergeet dat niet, dat Trump in elke normale democratie nooit president was geworden. En dat we absoluut niet, want je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij is beschadigd. Hij is beschadigd, de kansen zijn voor het 24 misschien minder geworden. Maar is die out of the race? Nee, dat is die ook weer niet. En wat maakt Amerika betrouwbaar? Wat is daarvoor nodig? Een stabiel politiek systeem? Ja. Een systeem wat niet gevoelig is voor een soort autocratisch populisme.
laten we zeggen, Trumpiaanse uitbarstingen. En ik zeg niet voor niks Trumpiaans, ik maak er een soort ideologie van. En nou ja, dat is een ideologie dat de rest van de wereld de moord kan stikken en dat de rest van de wereld toch alleen maar probeert om Amerika te misbruiken. He? Nou ja, denk aan Trump, die van mening was de Europese Unie een schandelijke manier misbruik maakte van de Verenigde Staten. In feite moest worden beschouwd als een vijand van de Verenigde Staten. Ja, dan zit je wel met een probleem. Maar dan is Amerika altijd toch een onbetrouwbare partner al geweest? Nou, in sommige opzichten ja. Amerika heeft overigens, niet waar, altijd wordt Amerika geafficheerd als de leider van de rules-based world. Amerika heeft zichzelf nooit aan de rules gehouden, never. Dat is al jarenlang zo. Als mensen het niet willen geloven, sorry, dames en heren, kijk nog eens in de Wikipedia, altijd even nuttig. Daar staat een enorm uitgebreid lemma over alle verdragen die Amerika nooit getekend heeft en een groot deel van de rest van de wereld wel. Dus dat is al heel interessant om dat daar eens een blik op te slaan. Vooral ook omdat vaak de Senaat niet akkoord gaat met zaken die de regering wel getekend heeft. Maar je weet, bij alle verdragen die Amerika sluit, moet de Senaat met 2/3 meerderheid besluiten om dat te bekrachtigen. Zo niet, dan is het niet bekrachtigd. Dus dat speelt al een rol. Dus heeft Amerika zich altijd aan de rules gehouden? Nee, absoluut niet. Tegelijkertijd natuurlijk was de Verenigde Staten jarenlang, sinds de Tweede Wereldoorlog in feite, en sinds het begin van de Koude Oorlog, garandeerde de Verenigde Staten dat ze ons in nood zouden kunnen en willen beschermen. En aangezien ze verreweg de omvangrijkste militaire macht op aarde zijn, en de meest moderne militaire macht op aarde, is dat wel een prettige garantie. Maar als natuurlijk als een Trumpiaanse politieke opvattingen, als die daar in feite steeds tot de potentiële mogelijkheden behoren, ja, dan kun je daar ook niet op rekenen. Hè, wat Merkel zei, we staan er nu alleen voor, is niet irrelevant geworden. Wij staan er alleen voor. En daar is in Europa nog een hoop werk te doen om Europa de eigen kracht er alleen voor te laten staan. Hoe kijk jij naar de Duitsers die heel erg twijfelen over die tanks? Ja, die worden enorm scherp bekritiseerd natuurlijk. Omdat we eigenlijk allemaal verwacht hadden dat ze die Leopards wel zouden leveren. Ik vermoed dat dat toch wel zal gaan gebeuren. Maar ze hebben het er moeilijk mee. En dat wortelt uiteindelijk in de Duitse geschiedenis. En daar heb ik wel begrip voor dat ze dat nog steeds als een factor zien. En dat ze steeds gekoerst hebben op het idee. En ook zij zijn natuurlijk, als er nou één land niet waar onderuit gehaald is door de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, dan is het natuurlijk Duitsland. Wat altijd gemikt heeft op een redelijke verstandhouding met Rusland. Wel zich realiseren dat Rusland daar nu eenmaal is en niet weg zal gaan. Dat Rusland een klotenland is. Ja, het een mag je eigenlijk wel zeggen, het ander is nog twijfelachtig, bijna in een podcast in ieder geval. Nou ja, dat Rusland een afschuwelijk land is in allerlei opzichten, daar gaan we nu verder niet op in. En dat je daar dus wel, dat we te veel gemikt hebben zonder twijfel. Ik heb dat zelf ook gedacht, dat we te veel hebben gemikt op de koele rekenkunst van de Russen. Dat we hebben, althans ik heb de sentimentele kletskoek over imperiaal en ik weet al niet wat, dat heb ik ook enorm onderschat. Ja, ik sprak van de week iemand. En de Duitsers ook. Iemand zei van de week, die zei ja, toen Maarten dat zei, ze vallen niet aan en het gebeurde toch. Ben ik wel even afgehaakt bij de podcast. Toen dacht ik, ja, die van Rossum, die kan lekker praten, maar wat... Ja, dat is natuurlijk vrij suf, want hij kan beter luisteren. Zoals ik vaak heb gezegd, ik ben een vervent aanhanger van het Britse weekblad The Economist. Ben ik het altijd mee eens? Nee, helemaal niet. Maar niets is zo nuttig dan om intelligent commentaar te lezen waar jij het in principe niet mee eens bent. Want dat dwingt je om zelf na te denken. En dus hier is het zo, dus als meneer het er niet mee eens is, dan zegt hij baf, dan zet hij de knop om. Ja, sorry, maar dat heeft heel weinig te maken met rationeel gedrag. Je zou zich moeten schamen eigenlijk. Nee, maar hij zei niet dat hij het niet mee eens was. Jouw voorspelling kwam niet uit. En toen dacht hij, ja, wat is de voorspelling van Maarten eigenlijk waard? Nou, niks. Maar de voorspelling van de meeste mensen is niks waard. Niet waar. Wie zich in het openbaar uitlaat over ontwikkeling in de toekomst, weet vrijwel zeker dat een aanzienlijk deel van die voorspellingen die hij doet, dat die zal worden afgeschoten.
Maar je stond toch gewoon een beetje... Als je trouwens naar die uitzending kijkt waar ik dat zei, dan zul je zien dat alle aanwezigen het grondig met me eens waren. De NAVO-man niet. Nee, mijn NAVO-man was de week daarvoor. Ja, maar die heeft wel heel duidelijk gezegd. Ik ben ja, met ja, maar ik vertrouwde de Amerikanen niet. En dat was in dit geval was dat niet verstandig. Ja, en toen zeiden mensen nog, ja, Maarten zat door de NAVO-man heen te praten. Die kon zijn dingen helemaal niet doen. Ja, dat lag aan de presentatie. Die mij niet voldoende kans gaf om te zeggen wat ik graag wilde zeggen. Ja. Want dat ze die NAVO-man zo ontzettend belangrijk vonden. Dat ze die gekregen hadden. Die bereid was te komen en zo. Dat irriteerde mij. Ja, maar hij stond toch een beetje bekend als de meeste voorspeller na 9/11. Ja, omdat ik zei, ook op grond van puur rationele overwegingen, dat het niks met wereldoorlog te maken had. Overigens, nu hoor je ook, dit kan zomaar ontwikkelen, die zaken in Oekraïne, tot een wereldoorlog. Dat is lulkoek. Een wereldoorlog van wie tegen wie? Rusland is een tweede rangs mogendheid. Dat Rusland zoveel narigheid veroorzaakt, ligt aan het feit dat ze wel tot machtsontplooiing kunnen raken in hun grens, hun eigen grensgebied. En dat we ons energietechnisch afhankelijk hadden gemaakt van de Russen. Maar als oorlogvoerende natie is Rusland een tweede rangs land. Wat ook op termijn, neem ik aan, in grote productietechnische problemen zal komen als die oorlog langer gaat duren. Wat is er voor de Duitsers nodig om wel een ja te zeggen, denk je? Ze moeten eraan wennen, dat is duidelijk. Ze moeten een beetje wennen, dan zal het tenslotte wel gebeuren. Ik begreep dat er in Europa in principe 2000 Leopards al in gebruik zijn. Van het type 2, dat weet ik niet, type 1. Ik weet niet precies wat de verschillen zijn, maar dus er is genoeg in principe. En de Polen hebben al gedreigd, we leveren ze sowieso, of jullie nou een toestemming geven of niet. Maar goed, ik heb begrip voor het Duitse standpunt. Ik denk zelfs dat op de lange termijn het Duitse standpunt opnieuw onvermijdelijk is. Je zult op enige wijze moeten dealen, zoals dat heet, met Rusland. Het gaat niet weg. De kans dat het een democratie wordt en dat je zegt, god, lijkt Denemarken wel, alleen iets groter. Nee, die kans lijkt mij ontzettend klein. Daar hebben we nu juist onze neus gestoten. We hebben dit niet aanzien komen. Maar hoe kunnen we dan samenleven met Rusland? Behalve al die mensen die het achteraf enorm aan zagen komen, natuurlijk, daar even uitgezonderd. Hoe kunnen we met Rusland samenleven zonder een oorlog? Met instandhouding van de verschillen en daar ook respect voor hebben? Nou, we zullen rekening moeten houden met het feit dat Rusland onder allerlei omstandigheden klaarblijkelijk bereid is om militair geweld te gebruiken. Dus dat betekent dat daar kun je maar één ding tegenover zetten. Je eigen potentiële militaire geweld, deterrence, zoals dat heet. Dus wij moeten zorgen voor deterrence. Het is duidelijk dat Poetin gedacht heeft, ik kan dat rustig doen. A, het is in 3 dagen klaar. Hè? En B, die Europeanen doen toch niks. Net als in 2014. Toen ik ook dacht, van ja, waarom zou je? En wat houdt deterrence in? Wat betekent dat in de praktijk? Dat je zelf een adequate, sterk, moderne krijgsmacht hebt die eventueel kan optreden. Die hebben wij niet. Nogmaals zijn we terug op het punt van onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten. Want die hebben dat wel. En die sturen nu al die rommel voor 56 miljard. Wij hadden geen HIMARS raketten, dat hadden zij. Dus investeringen in defensie de komende jaren blijft ontoppend. Ja, ik denk dat wel relevant is. Dat je eens moet kijken wat een... En dan moet je natuurlijk ook niet overdrijven zoals de Amerikanen natuurlijk altijd doen op militair gebied. Je moet een adequate, maar serieuze militaire macht zien op te bouwen. Dat kan denk ik wel voor een paar procent van bruto product moet dat kunnen. Bovendien hebben we natuurlijk al allerlei militaire outillage. Alleen is die ongelukkigerwijs verdeeld door allerlei landen en hebben ze verschillende vliegtuigen. En, nou ja, daar is weinig gelet op interne coördinatie. Er zijn ook mensen die noemen Duitsland het lachertje van Europa. Ben je dat met ze eens? Nee. Ik weet niet wat het lachertje. Ik bedoel, ten eerste vind ik Scholz niet zo'n lacherig type. En als cabaretier denk ik dat het sowieso geen hoge ogen zal gooien. Ik weet niet precies waar ze vandaan komen en wie het zijn. Die lachers moeten ze wel rekening houden met het feit dat Duitsland nog steeds verreweg economisch de belangrijkste Europese mogendheid is. Na China de belangrijkste exporteur van industriële goederen ter wereld. Dus lachen maar mensen, lachen. Hè?
Dat doet hij dan ook de Duitse auto weg? Hij zit een notabene in een Audietje. Helemaal lachen. Nee, je moet niet met Duitsland niet lachen. Je moet voor Duitsland begrip hebben. Duitsland is onmisbaar in de Europese Unie. Ja, maar dat ze nu twijfelen en niet daadkrachtig laten horen. Nou, dat gezien de geschiedenis en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia heb ik daar wel begrip voor. En ik denk dat tenslotte, nadat ze over de hobbels heen zijn, dat die Leopards wel geleverd zullen worden. Hoe staat Frankrijk erin? Nou, ik denk dat Frankrijk is op dit punt natuurlijk veel actiever dan de Duitsers. Omdat Frankrijk veel meer taboureert op eigen militaire macht. Denk aan het feit dat ze op de 14 juillet altijd zo'n enorme optocht hebben met vlaggen en panzerwagens. En staat de president ook in zo'n auto recht overeind met dat. Van de Fransen die vinden zichzelf natuurlijk nog heel deftig militair gesproken. Denk je ook als die tanks... Bovendien zijn de Fransen natuurlijk een kernmacht, vergeet dat niet. Ja. En Frankrijk en Engeland zijn kernmachten. Zonde van de centen zou ik zeggen, maar het zijn wel kernmachten. Denk je dat die mensen in Oekraïne die tanks snel onder de knie hebben? Want als ze ze krijgen, moeten ze ook natuurlijk leren kennen. Dat denk ik wel. Misschien worden ze al in het diepste geheim al ergens getraind. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel moeilijker het is dan om zo'n Leopard onder de knie te krijgen dan laten we zeggen, oude spullen. Ik denk eerlijk gezegd dat een sterke, moderne tank die met allerlei handige spullen is uitgerust, dat je dat daar makkelijker onder die knie krijgt dan zo'n Centurion, waar niet eens een stuur in zat. Dan moesten de treks moesten met hendels links en rechts bestuurd worden. In Leopard zat een fijn bekrachtigd stuurtje. Staat er een in, hoe heet het, in het Militair Museum. Laten mensen maar eens gaan kijken. Is nogal een ding hoor, 70 ton en zo. Het is... Ja, nu blijkt natuurlijk dat die Amerikaanse, die Abrams tank, die draait op een gasturbine. Dus die is eigenlijk, behalve als de Amerikanen er zelf bij zijn, min of meer onbruikbaar. Wat verwacht je van het voorjaarsoffensief? Als ik dat zou weten. Ja, maar verwacht je dat Rusland dan potten kan breken? Of denk je, nou, dat kan hij wel zeggen, maar gezien wat we afgelopen jaar hebben gezien, gaat dat niet veel voorstellen? Ja, ik moet zeggen, optimistisch als altijd. Kijk, als de Russen een omvangrijk voorjaarsoffensief voorbereiden, dan is dat zichtbaar. Ik bedoel, elk schuttersputje, we hebben die foto's gezien, elk schuttersputje wat ze maken is zichtbaar. Elke verdedigingslinie die ze bouwen is zichtbaar. Dus als daar grote concentraties ook van militair materieel gaan ontstaan in de aanloop naar, dan is dat zichtbaar. En dat is natuurlijk een van de sterke punten voor de Oekraïne. Dat ze op het punt van de informatie van het slagveld, dat ze dus tiptop op de hoogte zijn. Dus dat betekent dat je ook je maatregelen kunt nemen. Je weet hoe dat gaat en dan laat je zo'n offensief even komen. En dan heb je ook goed op voorbereid. Dus het zou mij verbazen dat het Russische leger, wat er zo ongelooflijk weinig van terechtgebracht heeft, zowel tactisch als strategisch, dat nu ineens na 3 maanden in de winter en sneeuwballen gooien, dat nu ineens een geweldig efficiënte vechtmachine zou zijn geworden. Dat wilde bij mij niet zo in. Maar het is natuurlijk wel fijn om ermee te dreigen. En dan kun je ook nog een beetje suggereren dat er ook vanuit Wit-Rusland nog iets gedaan zou kunnen worden. Kiev en Kharkov liggen natuurlijk hoogst ongelukkig in strategisch opzicht. Maar ik kan het me niet voorstellen. Hij kan natuurlijk in de winter ook in andere landen hebben gerekruteerd en daar dingen vandaan hebben gehaald. Nou, wat dan? Dat zou Noord-Koreaans en Iraans materieel. Daar ben ik ook niet zo van onder de indruk. Nou, misschien... Daar moeten we toch zeggen dat de bevoorrading van de Oekraïne toch van een volkomen andere karakter is dan de bevoorrading van het Russische leger. Misschien China in het geheim? China kijkt wel in, Keun. En wat ze in het geheim doen? China wilde helemaal niet in betrokken raken op geen enkele denkbare wijze. Ja, was het geheim doen? Xi Jinping heeft me regelmatig gezegd dat hij er niks mee heeft met die militaire agressie. Dat hij ook helemaal niets heeft met gekletskoek over nucleaire wapens, in godsnaam niet. Want ook het geklets over nucleaire wapens is natuurlijk een zwakte bot eerste klas. Omdat dat het enige is waar we echt bang voor zijn. Ik denk ook niet dat ze het stiekem doen. Nee, omdat het is, als nou iets gebleken is, dat het verdomd lastig is om iets stiekem te doen. Het is allemaal zichtbaar.
En als het niet zichtbaar is met geheime militaire satellieten. We hebben blijkbaar allerlei privé-satellietsystemen die fantastische foto's opleveren. Waarbij je eigenlijk een baksteen bij wijze van spreken tellen kunt. Dus ik zie dat zo niet zo gebeuren, nee. Kijk, het is voor de Oekraïners natuurlijk die zeggen ook, ja, er komt een voorjaarsoffensief, we moeten voorbereid zijn. Ja, natuurlijk, die willen graag die spullen hebben. Dat spreekt. Nu krijgen ze die tanks. Wat zouden ze daarna eventueel nodig hebben? Ten eerste zijn tanks kwetsbaar, dus je hebt meer tanks nodig. Ja, Engels, wat waren dat? 19 Challenger tanks. Ik dacht, ga je geen potten mee breken, was mijn indruk. Maar dat zou je aan militairen moeten vragen. Je moet hopen dat de Oekraïners hun tanks beter gebruiken dan de Russen het hebben gedaan. Er is wel een zekere ambivalentie ontstaan over wat je precies met die tanks aan kunt. Juist gezien de stommiteiten van de Russen. Maar ik heb verder geen idee. Het zou een toestand zijn als ik hier in de Frans Halstraat precies wist hoe het voorjaarsoffensief ging verlopen. Poetin zou er verstandig aan doen mij te bellen, maar de kans dat hij dat doet is bijzonder klein. Je kunt geen parallel trekken met andere oorlogen? Nee, dat denk ik niet. Omdat het mij niet helemaal duidelijk is waartoe de Oekraïners in staat zijn en evenmin. Na wat we dit jaar hebben gezien, na 24 februari vorig jaar, het is binnenkort precies een jaar geleden, heb ik ook als de Russen zich gereorganiseerd hebben en her en der de zaken wat strakker hebben aangetrokken, heb ik er weinig vertrouwen in. Vooral natuurlijk ook op dat gevechtskracht heeft ook iets te maken met de motivatie van degene die het gevecht moeten voeren. En voor zover we daar iets van weten, is die motivatie bar en boos slecht in Rusland. Dus ja, ik heb geen idee. Maar een wereldoorlog, waarom dat dan ook weer tevoorschijn komt, zo'n concept. Rusland is helemaal niet in staat om een partij te zijn in een wereldoorlog. En één ding is duidelijk, de potentiële Russische bondgenoten, of dat nu die Chinezen zijn, of denk aan al die Centraal-Aziatische republieken waar overal, jongens, wij willen daar liever niks mee te maken hebben en we moeten veel meer op eigen kracht. Nou, dus nee, het is, Poetin staat natuurlijk in allerlei opzichten alleen. Kijk, dat Modi dolgraag goedkope energie wil hebben, dat begrijpen we best. Maar ook Modi heeft gezegd, nee, kernoorlog, nee, dat willen ze allemaal niet. Iedereen ziet die bui natuurlijk wel hangen. Had je nog Rusland is een land van geen bal voorstelt. De Russische economie is iets groter dan die van de Benelux. Ongeveer even groot als Spanje, als ik het begrepen heb. Dus wat het productievermogen van die economie is beperkt. Nou ja, dat dorp dat waarvan nu steeds de Russen beweren dat ze het ingenomen hebben, dat dan de Oekraïners beweren dat het niet ingenomen is. Ja, dat het een beetje stilstaat, dat front, dat is zo klaar als een klontje. Maar ik vind dat we ook moeten oppassen met paniekzaaierij. Ik ga er ook vanuit dat de Russen geen nucleaire wapens zullen gebruiken. Hoe zouden ze dat moeten doen? Waar zouden die dan op moeten? Gaan ze een 2 megaton wapen op Kiev gooien? Dan is het ook meteen klaar. Nee, dat wilden bij mij gewoon niet in. Nee. Ik hou toch nog een soort vast aan rationaliteit. Ik geef toe dat deze hele aanval op de Oekraïne het werk is van een gek, maar, of althans laat ik het anders formuleren, van iemand die wel ongelooflijk slecht geïnformeerd moet zijn geweest. Echt ongelooflijk slecht. Een beetje te vergelijken met veel twitteraars. Ja, die toch ook altijd opvallen door het totale gebrek aan behoorlijke informatie. En achter iedere twitteraar zit een mens van vlees en bloed. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Of zijn er natuurlijk ook een heleboel normale twitteraars. Het is eigenlijk op zichzelf geen... Het is jammer dat het een medium is wat zo systematisch misbruikt wordt. We hebben Pim, die heeft een anonieme reactie helaas weer gestuurd. Want ja, Pim heeft niet voor de rest... Daar gaan we niets over Pim zeggen. Jammer Pim. Jammer Pim. Ja. Eigen schuld Pim. Dus als je het alsnog wil sturen... Sowieso, dan... de woord Pim is ook al... Kan die Pims, de andere Pims ook niet helpen, maar... Pim van de W noemt hij zichzelf. Dus hij moet maar eventjes een mail sturen en dan kunnen we het meenemen. Hij moet het gewoon helemaal niet proberen als hij niet van plan is om serieus te reageren.
waren natuurlijk nog wat mensen die hadden gereageerd over het anoniem reageren. En die zeggen, ja, ik ben bijvoorbeeld een docent op een school. En ik wil niet met mijn echte naam in chatgroepjes zitten waar ook leerlingen in zitten. Want dan word ik misschien wel lastiggevallen. En daarom reageer ik bijvoorbeeld anoniem. Ja, dan is er toch iets mis met zijn reacties. Als hij normale, verstandige reacties zou hebben, dan zou ik zeggen, waarom kan hij dan niet zijn eigen naam noemen? Of met de leerlingen. Ja, want dat lijkt mij ook ten aanzien van die leerlingen. Als hij normale, verstandige reacties vertoont, wat is daar tegen? Ja. De kwestie De Mos in Den Haag, daar wordt ook nog naar gevraagd wat je daarvan vindt. De Mos, is die veroordeeld of niet? Nee, maar het OM gaat nou deze week beginnen. En het schijnt, ze schijnen heel stevig bewijs te hebben. Hij zou volgens mij 6 minuten nadat hij een overleg had gehad met de gemeente, het alweer doorgestuurd hebben naar bevriende ondernemers met de vraag, beste heren, wat vinden jullie hiervan? Ja. In de allereerste plaats vind ik dat ze het OM wel erg lang getreuzeld heeft om De Mos te vervolgen. Maar ze hebben grondig onderzoek moeten doen. Want dit speelt toch al weet ik hoe lang. Ze hadden tijd nodig voor het onderzoek. We hadden dat ook met die Van Rij in Roermond. Dat sorry OM, men is allemaal heel verdienstelijk, maar God beter het nog aan toe. U kunt die zaken niet jarenlang laten slepen. Ook omdat als tenslotte vrijspraak zou volgen, wat voor reden dan ook, dan is zo'n man jarenlang onder verdacht geweest. Ik vind dat, dus ook in het geval van Den Bos, voor zover ik het me herinner, heeft dat wel erg lang geduurd. Is die schuldig? Dat zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen, maar dat is puur gebaseerd op vage veronderstellingen mijnerzijds. Maar ik vind nogmaals, als de vervolging wordt ingesteld, maak er dan ook zo snel mogelijk werk van. Je kunt het niet, die Van Rij, hoe lang hebben ze die laten bungelen? Weet ik hoe lang. Terwijl ik daar verder geen enkele sympathie voor heb, dat hoort simpelweg niet het geval. Dus je vindt, ze moeten achter de schermen het onderzoek doen en als je al het harde bewijs hebt, kom dan naar buiten toe. Of als je, het hoeft niet per se achter de schermen te zijn, dan maak er meteen werk van. Hmm. Maar je kunt niet iemand 2 jaar laten bungelen. Dat vind ik dat er niet kan. Ja, er zijn allemaal hoogleraren. Die hebben dus het bewijs wat het OM schijnt te hebben bestudeerd. En daarvan zeggen ze, dit is wel stevig bewijs. De Mos heeft een probleem. Dat zou best kunnen. Ik hoor het graag. Beste Maarten, je vertelde dat je, als er een mobiel zou zijn met een draaischijf, dat je die waarschijnlijk zou aanschaffen. Ja. Ik heb nieuws voor je. Deze bestaat echt als een bouwpakket, inclusief bouwinstructies. Hij denkt dat ik dat in elkaar zou kunnen zetten. Dan weet je zeker dat er ongelukken van komen. Een techneut met een soldeerbout en een vaste hand zou hem goed kunnen maken, zegt Oscar Oosterhof. Maar er is een meneer die heeft mij een complete ouderwetse telefoon gestuurd met een draaischijf die aangepast is aan de moderne eisen. Nu? Ja, ik heb hem ook van harte bedankt. Ik ga fijn af en toe met de draaischijf en ga ik net als mijn opa, wat ik al vertelde, zeggen van, als ik gebeld word, zeg ik, hallo? Ja. Zoiets leuks. Hallo, dan ben ik wel benieuwd hoe mensen reageren. Maarten, in de aflevering over de Speaker of the House sprak je over Amerika in de jaren 40. Dat wekte mijn interesse. De periode na de isolatie en de depressie van Wereldoorlog 2, de Koude Oorlog, de economische bloei, de wereldinvloed, de auto-industrie enzovoort. Wil Maarten daar eens iets over zeggen? Zegt Pim van den Heuvel. Ja, volgens mij. Ik heb toch heb ik die hele Amerikaanse naoorlogsgeschiedenis al wel eens doorgenomen? Volgens mij wel, ja. We hebben toch een aantal van ik heb toch ook die autoboel wel een keer. Ja, dat klopt. Van begin tot het eind doorgenomen. Dat is een tip voor mensen als ze dus nu pas inschakelen. Luister even al die afleveringen terug vanaf 1. Die 395 afleveringen. Ja, dan kom je het vanzelf tegen. Want dan hoor je ook waarom we in een auto zitten en waarom jij een New York uitspreekt zoals je New York uitspreekt. Want dat wordt ook iedere week gevraagd. Waarom spreekt Maarten New York zo raar uit? New York. Ja. Zo, hallo? Volgens mij hebben we alles besproken, Maarten, of niet? Ja, precies. Het is 5:02, hartstikke mooi. Ik zag mijn zwager voorrijden, dus hij komt eten. Oh, gezellig. Wat gaan jullie eten, gebakken aardappeltjes? Ik heb geen idee. Ik ga er niet over. Er zal mayonaise bij zitten, denk ik, of niet? Nou, als we frieten eten, dan is er wel mayonaise bij, ja. Maar mijn vrouw maakt altijd zelf een beetje mayonaise. Eet je ook wel eens truffelmayonaise? Even, daar heb ik. Truffelmayonaise, eet je dat ook wel eens? Dat zou ik aan mijn vrouw moeten vragen of er truffel in verwerkt is. Ja. Is dat extra lekker? Ja, ik denk dat jij dat wel lekker vindt, ja. Ik vind frieten zonder mayonaise vind ik niet veel zaak. Nee, dat is niet fijn. Je kunt er ook ketchup bij doen. Ik heb een hele simpele smaak.
Ik word vaak enorm lacherig van die stukken in de krant over dure restaurants. Je hebt zeker wel gezien dat dat ding in Kopenhagen gesloten is, dat Noma. Oh, dat heb ik niet gezien. Nee? Nee. Nou, daar maakten ze ook zulke gekke dingen. We hebben het toch over gehad dat de hele gasten, alle gasten van Noma naar het ziekenhuis moesten. Omdat die man die plukt zijn eigen voedsel buiten de deur. Had de verkeerde paddenstoeletjes geplukt. Met verschrikkelijke gevolgen voor de klant. Die zijn allemaal in het ziekenhuis terechtgekomen. En ook als je dat dan leest over dat Noma. Het zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met mijn burgerlijke smaak. Dat je denkt, wat een onzin allemaal. Wat volledig over de top. Het beste restaurant ter wereld. Kom op. Met van die rare opgemaakte bordjes, je kent het wel. Nee, daar zou ook eens een soort backlash moeten zijn. Dat mensen gewoon een heel lekker haringslaatje. Maar ook zoiets dat je, nou ja. Ik heb een burgerlijke smaak. Hallo. Nou, ik mail me nog even, dan kan ik. Hij denkt dat ik dat in elkaar zou kunnen zetten. Dan weet je zeker dat er ongelukken van komen. Hallo. Ik heb altijd gedacht dat mocht het ooit tot een kernoorlog komen, dan doe je er verstandig aan om jezelf en ervoor te zorgen dat je binnen een uur dood bent na het begin van de kernoorlog. In een van de laatste podcasts heeft Maarten het gehad over de atoombom. Als je daar meer over wilt weten, luister dan naar het luisterboek Kernwapens. Je vindt het via de link in de show notes. Alles wat daarna komt, zal gruwelijk zijn. Het World Economic Forum in Davos is bezig en daar is veel kritiek op. Ali Niknam van Bunk, die was er vorig jaar bij. Ik spreek hem in de podcast Sea Level. Het gesprek hoor je via de link in de show notes.